Simon naar Marianne Frederiksson, een toneelbewerking van Kills Sunstedt. En volgend jaar dus in Amsterdam, daar praat ik nu alleen even over, op 7 en 8 maart in het nieuwe De Lamar Theater. Ja, bezuinig. Er staat een rood kruis door op kunst. De website is www.zuinigopkunst. Ja, er staat geen punt tussen, maar het zal .nl zijn, denk ik. En ik ga praten met meneer Kotman. Meneer, kunt u eens vertellen aan onze kijkers? Die zitten aan die kant van de buis. Ja. Wat is dit voor een actie? Dit is een actie waarin een groot aantal organisaties in de kunsten, dat zijn gezelschappen, orkesten, ensembles, dansgezelschappen, dus alles wat in de kunsten optreedt of produceert, zich wendt tegen de bezuiniging van 19 miljoen euro op het kunstenbudget. Van de Rijks- of van de gemeentelijke overheid? Het is op de eerste plaats het Rijk, 19 miljoen, maar zoals u wellicht weet, bezuinigen ook de gemeenten fors op cultuur, onder andere de gemeente Amsterdam. En weet u ongeveer hoeveel Amsterdam bezuinigt? Ik heb begrepen dat het ook in de orde van grootte van 8 à 10 miljoen ligt. Op jaarbasis? Op jaarbasis, ja. Dat is wel heel veel, hè? Dat is heel veel geld, ja. En daarbij komen verschillende maatregelen die ertoe leiden dat bijvoorbeeld in Amsterdam theaters moeten sluiten. En dat wat wij dan noemen broedplaatsen van cultuur het heel moeilijk hebben om tegen allerlei maatregelen die de gemeente anderszins neemt. Bijvoorbeeld de brandweer of voorschriften rondom de gebouwen. De verhuur van gebouwen niet te vergeten. Dus het wordt hoe langer hoe moeilijker voor kunstinstellingen, theaters om het hoofd boven water te houden. En hoe lang zijn die bezuinigingen eigenlijk aan de gang inmiddels? De bezuinigingen beginnen nu steeds meer hun effecten te krijgen. Het Rijk gaat per 1 januari 2005 een nieuwe 4-jarige cultuurnota-periode in. De gemeente Amsterdam ook, die gaat ook een 4-jarige cultuurnota-periode in. En de effecten van die bezuinigingen zullen dan met name zich doen gelden. En dat betekent dus dat wij nu deze actie gaan voeren. En wat houdt die actie in? Ik zie jullie met de t-shirt de bezuinigen op kunst lopen. Wat gaan jullie doen? Hoe ziet die actie eruit? En wat kunnen mensen doen? Wat mensen kunnen doen is heel veel handtekeningenkaarten die wij op deze uitmarkt uitzetten, invullen en in de daartoe neergezette bussen deponeren. Of geef er maar even een. Kijk, het zijn deze kaarten en die zijn gericht aan de voorzitter van de Tweede Kamer, de heer Wijsplas. Wij kunnen ze naar Den Haag sturen. Dan moeten de mensen de kaartjes hier op de uitmarkt in de bus deponeren. En ze kunnen ze natuurlijk ook een postzegel opplakken. En dan komt hij vanzelf in Den Haag terecht. Gewoon in de post. Dus even kijken. Ja. Dat moet naar de voorzitter van de Tweede Kamer, meneer F.W. Wijsglas. Postbus 200 18 25 100 Eduard Anton in Den Haag. Ja, u kunt ze hier dit hele weekend dus nog deponeren. Dus ook vanavond nog, zaterdagavond en de hele zondag op de uitmarkt. En anders opsturen. En denkt u dat het gaat helpen? Ja, zeker. Wij denken dat dat gaat helpen. Want het kan niet zo zijn dat men denkt in Den Haag dat de kunstensector dit maar over zich heen laat komen, deze bezuinigingen. En ook het publiek kan op deze wijze heel erg sterk invloed uitoefenen op dit kabinet om deze bezuinigingen terug te draaien. Het kan ook invloed uitoefenen op zijn eigen gemeente. Want natuurlijk met deze signalen gaan we ook de grote gemeente in dit land in ieder geval, en misschien ook wel de middelgrote gemeente, bestoken. Om uiteindelijk te voorkomen dat deze bezuinigingen in deze vorm in ieder geval doorgaan. Ja. Ja,
Zomer-TV vandaag vanaf de Uitmarkt 2004 hier op Zalto Amsterdam 1. We gaan even praten met een paar bezoekers. Waar kom je vandaan? Uit Utrecht komen wij. Ook uit Utrecht? Ja. En daar is de camera. Is dit jullie eerste keer of ben je vaker op de Uitmarkt geweest? Nee, ik ben nog nooit op de Uitmarkt geweest. En wat hebben jullie? We kwamen er toevallig hier. Ja, we wisten wel dat het was, maar ging niet speciaal voor de Uitmarkt. En wat hebben jullie hier zo vandaag zaterdag onder meer gezien? Stand-up comedian daar. En ja, wat standjes. De rest gewoon rondgelopen, ja. Zijn jullie bezoekers van theaters of gaan jullie daar eens aan voorstellen? Nee, niet echt. Niet echt. Misschien na vandaag wel? Nou, wie weet. In Utrecht is er ook heel veel te doen op het gebied van de cultuur. Ja, in de stad Schouwburg en zo. Ik ben wel eens naar musicals geweest en zo, maar verder niet heel veel. Welke musical heb je gezien? 42nd Street, Phoenix Goud heen geweest en zo, zulke soort dingen. Dat is echt Utrecht, hè? Ja, maar Leni uit de Takkenstraat, toch? Ja, precies. Nou, vind je ook leuk? Ja, zeker. Ik kan er altijd om lachen. En wat is jouw favoriete soort van ja, kunst, ja, van muziek bijvoorbeeld? Wat is jouw favoriete muzieksoort? Waar je naartoe zou gaan, bijvoorbeeld een concert? R&B en hiphop. Ja, je bent nog vrij jong. Ja, voor de jongere generatie. Dat is voor de jongere generatie. En jij hetzelfde soort muziek? Hetzelfde. Wat is het laatste concert wat je hebt gezien? Wat was het? Noisy Jazz. Oh, Noisy Jazz Festival zijn we heen geweest. James Brown was de laatste. Scheveningen. Ja, Den Haag daar, ja. Nou, ik wens je nog heel veel succes hier op de Uitmarkt. Ja. Maak er nog wat van, dat duurt nog tot en met zondag. Dankjewel. Ja, ook op de Uitmarkt het Prins Bernhard Cultuur. En ik ga even praten met Juke van Ieker. Vertel eens, wat is nu eigenlijk het Prins Bernhard Cultuurfonds? Pardon. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is het grootste particuliere cultuurfonds van Nederland. Wij geven per jaar 3500 subsidies aan allerlei culturele instellingen. En er wordt heel veel bezuinigd op dit moment op die instellingen, toch? Inderdaad, en daarvoor zijn wij steeds harder nodig. En hoe komen jullie aan je gelden dan? Wij hebben deels komen onze gelden uit de loterijen, maar voor een groot deel ook vanuit donateurs en private giften. En we zijn dus ook heel druk bezig op dit moment om donateurs te werven. Het afgelopen jaar hebben we er zo'n 8.000-9.000 geworven, maar we hebben nog veel meer mensen nodig om alle steun die wij geven aan allerlei culturele instanties in stand te houden. En wat delen jullie hier vandaag onder meer voor folders uit? Kun je ze kijken? We hebben hier cultuurbericht, dat is ons blad. Een magazine wat je krijgt als je donateur bij ons wordt. Hier staat eigenlijk, komt drie keer per jaar uit en hier staat in wat wij ondersteunen. Ja, dat is heel erg divers. Dit is een publicatie over Marie Cornelie in Sint-Petersburg. De restauratie van de Hortus in Amsterdam. Even verder kijken hoor. Hier, een nieuwe schouwburg in Goes, waar we een stukje hebben ondersteund. Ga zo maar door, het is heel divers. Veel theatergroepen die we ondersteunen. Onder andere hier in de Spiegeltent zijn er 2 dagen optredens van alleen maar groepen die wij op een of andere wijze hebben ondersteund. En dat is vaak gewoon een subsidiebedrag, dat varieert van een paar duizend tot 20.000, 25.000 euro. Zover het programma Zomer-TV voor vandaag op deze 28 augustus, de Uitmarkt 2004. U ziet ons dinsdagavond terug op Salto 1 van 8 tot 9 uur.
van 8 tot 9 en ook van 11:15 tot 12:15. Dan komen we helemaal vanaf het tenniscentrum, de tennisvereniging Teabreakers in Oostwatergaasmeer. We hebben dan in ieder geval een aantal mensen, als alles doorgaat, van de zeezenders. Want dinsdag aanstaande 31 augustus is het 30 jaar geleden dat Veronica en Noordzee de lucht uitgingen vanaf de Noordzee. De schepen, de Mebo 2 en de Noordernij. Zomertv vandaag vanaf de Uitmarkt 2004 werd gemaakt door Carrie Marx, door cameraman José Morales en door Bert Kleijnen. U kunt e-mailen naar zomertv@hotmail.com. Dus nogmaals, zomertv@hotmail.com met al uw reacties, vragen en of mededelingen. Bedankt voor het kijken, goedenavond, prettig weekend. En ook als u morgen tijd heeft en het weer is goed, gaan we nog even naar de Uitmarkt. Het was hartstikke leuk. Dag allemaal.